In dit filmpje gaan we jullie wegwijs maken hoe jullie de Medtronic 780 pomp moeten uitlezen via Carelink. Jullie gaan naar internet, Google Chrome bijvoorbeeld, en typen daarin carelink.minimed.eu. Het is heel belangrijk dat je op de Europese site zit, niet op de .com, want anders gaat het niet lukken. Als je al een account hebt, kan je gewoon zeggen inloggen bij Carelink Personal. Als je nog geen account hebt, klik je op account aanmaken. Ik heb reeds een account, dus ga mij gewoon inloggen. Je typt je gebruikersnaam in, je wachtwoord en nog heel belangrijk moet je zeggen dat je geen robot bent en dan kan je jezelf inloggen. Als de zorgpartners jou een uitnodiging hebben gestuurd om met hun te koppelen, dus dat zij vanaf de Carelink aan je gegevens kunnen, ga je zien dat er hierbovenaan een extra icoontje komt bij te staan, een meldingsicoontje waar een 1 staat. Daar kan je op klikken, dan zie je dat je een nieuw kliniekverzoek hebt, kan je bekijken en nu zie ik dat UZ Leuven heeft gevraagd om met mij mijn gegevens te delen. Dus die ga ik toestaan en nu kunnen zij eigenlijk ten alle tijde aan mijn Carelink gegevens als ik mijn pomp thuis uitlees. Dan gaan we terug naar de startpagina. En om onze pomp te uploaden hebben we natuurlijk onze pomp zelf nodig, plus de blauwe Blue adapter die jullie altijd via het ziekenhuis kunnen verkrijgen. Om de pomp uit te lezen, klik op nu uploaden. En de allereerste keer, als je dat nog niet hebt gedaan, ga je de uploader moeten installeren. Dan volg je die instructies, installatie van de uploader, dus installatieprogramma uploaden. Dan zie je hier bovenaan dat de downloads worden uitgevoerd. En dan moet je eventjes wachten. Dan klik je de uploader open. En dan moet je zeggen van, wilt u de wijzigingen toestaan? Natuurlijk, want anders gaan we de uploader niet volledig kunnen installeren. Kiezen we voor de voorkeurstijl. Moet je altijd tussen alle talen gaan zoeken naar Nederlands. Voilà. En dan volgen we instructies. Installatie van Carelink uploader op de computer beginnen. Als de uploader geïnstalleerd is, gaan we nu kunnen zeggen nu uploaden. Altijd het venster laten openen. Als je pomp er al in staat, kan je die gebruiken. Nu, ik heb recent een nieuwe pomp gekregen, dus zeggen we nieuw apparaat toevoegen. De Minimed pomp. Dan heb ik een 700-serie. Dus dan is het nadien de instructies volgen. Je plaatst de Blue adapter in de computer. Voilà, dan zeggen we volgende. We willen alle beschikbare gegevens van onze pomp. En dan is het gewoon de stappen we doorlopen. Dus zien dat je batterij voldoende vol is. En dan de eerste maal moet je de koppelingscode invoeren. Dus om de pomp te kunnen uploaden, hou je het pijltje naar onder ingeduwd. En dan kom je op de Carelink uploader. De eerste maal moet je de code invullen, de pompcode. In mijn geval is dat 397092. En dan kunnen we zeggen volgende en duwen we op nu uploaden om te bevestigen. En dan laten we de pomp eigenlijk uploaden. Het kan eventjes duren, soms een tiental minuutjes, dus maak je zeker niet ongerust als de balk even blijft hangen in het begin of halverwege. Dan ga je ook zien op jouw pomp dat je ineens terug op je beginscherm zit en dan zie je linksbovenaan ook het upload-icoontje bij verschijnen, dat het aan het synchroniseren is.
Om de upload te doen, mag je gewoon je pomp afkoppelen aan de buik. Voilà. Na een tiental minuten soms zie je uploaden geslaagd, zeg je afsluiten, refresh het systeem ook en dan zie je de laatste gegevens van jouw pomp staan. En vanaf nu kunnen de collega's in UZ Leuven via de CareLink aan jou uitleesgegevens.